Het personeel van het Surinaams postbedrijf Surpost, aangesloten bij de Bond Dienst der Posterijen, heeft vanmorgen een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. De bond heeft de VP gevraagd om bij het postbedrijf te bemiddelen in de slepende onderhandelingen met de directie. De groep mocht het terrein van het regeringsgebouw nog niet betreden omdat de vicepresident nog in bespreking was. Het personeel wordt volgens Sergio Telegraaf, secretaris van de bond, genegeerd door de directie, waardoor het verder onderhandelen van de CAO van 2020 onmogelijk is. Telegraaf hoopt dat de vicepresident een oplossing kan brengen in de problemen van bond en personeel. We vragen de aanvraag van de VP om hier in de CAO 2020 in te grijpen. Begrijpt u, we kunnen zo niet doorgaan met een gemiddelde salaris momenteel van 2700 per maand. Begrijpt u? En u ziet het, de economische situatie laat het niet toe. Prijzen vliegen de pan uit. Begrijpt u, brandstof is omhoog gegaan. Jawel, ik denk dat ik, als ik het goed heb, de bustarieven. Misschien zijn ze al omhoog of niet, begrijpt u? Dus EBS-tarieven, SUM-tarieven en die soort zaken. En u heeft ook mensen die met eigen vervoer naar het werk komen, die bijna het passen en meten niet meer lukt om met eigen vervoer zelf naar het werk te komen. Vanwege de dure brandstof, begrijpt u? De petitie met aandachtspunten is voorgelezen door bondslid Tufilia Kaar. In de petitie wordt aan de VP gevraagd om in te grijpen bij Surpos, een staatsbedrijf dat valt onder het ministerie van Financiën. Vandaar dat wij ons nu uiterst radeloos zich tot u wenden. Wij hebben sinds april 2017 de koopkrachtversterking aan de ambtenaren, gelijkgesteld aan de overheidsinstellingen, niet gekregen. 2. In het jaar 2020 geen salarisverhoging gekregen en aanpassingen van de secundaire voorwaarden. 3. In het jaar 2021 geen salarisverhoging gekregen en aanpassingen van de secundaire voorwaarden. Wij krijgen letterlijk niks. Hoe moeten wij overleven, VP? Bijkomend dat de salarissen bij Surpos jaren geen gelijk trend houden met de merkbare gestijging van de goederen en diensten. En de salaris binnen de overheidssector voor het jaar 2020 wensen wij een salarisverhoging van gemiddeld SRD 1580 en een aanpassing van de secundaire voorwaarden met 470% op basis van de inflatiecorrectie van 60,8% van de unificatiekoers van 90% van dat jaar. Ja, maar jullie zijn van de bond? Ja, van de bond. Oh, je bent van de bond. Ja. Oké, dan goed dat jullie zijn gekomen. Ik bedank jullie ook voor de vertrouwen. Jullie hebben geluk, want ik ga nu naar de president. Dan zal ik dit gelijk met hem bespreken. En onder de aandacht van de minister van Financiën brengen. Bedankt, ja? VP. We hebben alle vertrouwen in u. Dank u. Vicepresident Ronnie Brunswijk en daarvoor Tufilia Kaar, personeelslid van Surpost. Het personeel van Surpost heeft vaker mot gehad met zowel de vorige directeur als de huidige. Het personeel hoopt dat de VP, de minister van Financiën, Armand Gijbersing, zal aansturen om de problemen tussen bond en directie op te lossen.